Vince, eerst en vooral bedankt dat je met mij dit interview wilt doen. Ik ga beginnen met mijn eerste vraag te stellen. Kunt je mij de oefening van daarjuist eens beschrijven hoe dat die oefening precies in elkaar zat? Ja, er waren drie delen: blauw, oranje en wit. Ja. En het oranje en blauwe moet je niet onmiddellijk druk gaan zetten. En in het gele vak, het middenste, daar moest je druk zetten op de T-stander voor de onderscheppen. En wat was er weer al een ander woord voor onderscheppen, weet je dat nog? Denk maar na. Intercepteren. Ja, voilà, kijk. En kun je me eens uitleggen wat dat intercepteren precies betekent? Dat is in de tweede ronde. En zijn er bijvoorbeeld situaties waarin je dat kan doen? Als je iemand de pas wil geven, dan moet anders de tegenstander komen aan de bal dan. Ja, je kan schieten! Of als je dan één tegen voor beide ronden is dat in de tweede ronde. Proberen de man naar de hoek te brengen en dan onderscheppen. Oké. En jij zat dus daar juist bij het rode team. Lukte daar net dat goed om op het juiste moment te intercepteren of niet te intercepteren? Lukte dat goed? In het begin was het nog een beetje moeilijk, maar uiteindelijk kwam er wel wat door en dan lukte dat beter. Nee, en wat lukte dan precies moeilijk? We wisten nog niet zo goed wanneer we dan juist goed wat druk moesten zetten. Maar dat werd dan voor jou duidelijk dat het doet. Oké, dat was het. Bedankt, Vince, voor de interview. En,